Dag dames en heren, na een paar hele rustige herfstdagen hebben we vandaag te maken met ronduit onstuimig weer. Vooral aan zee en in het noorden van het land waait het stevig en kunnen later vandaag ook zware en misschien lokaal zelfs wel zeer zware windstoten voorkomen. Nou, onstuimig dus, vooral op de stranden, veel opwaaiend zand, maar niet alleen dat, want er trekken ook heel veel buien over het land. Op dit moment zijn dat vooral nog regenbuien en dan zien we dus af en toe zo'n prachtige regenboog, omdat tussendoor de zon ook van tijd tot tijd flink doorbreekt. De komende dagen, met name na het weekend, krijgen die buien echter steeds vaker een wat winters karakter, kan er hagel voorkomen, maar ook in toenemende mate, met name in het binnenland, misschien wel wat natte sneeuw of sneeuw. Nou, dat is de eerste dagen nog niet het geval. We hebben wel met koudere lucht te maken en dat komt door een strakke noordelijke stroming in onze regio die de komende dagen in stand blijft met dus de aanvoer van relatief koude lucht die boven de Noordzee wel wat opwarmt. Nou, maandag passeert dan een groot gebied met neerslag. Dat zal regen zijn, maar in het binnenland kan dat ook enige tijd overgaan in natte sneeuw of sneeuw. En ook de dagen daarna blijven we te maken houden met verschillende lage drukgebieden, waarbij af en toe regen of sneeuw onze omgeving passeert. En niet alleen onze omgeving, maar een groot deel van Europa heeft met die relatief koude lucht te maken, met van tijd tot tijd dus winterse neerslag. Dat zien we ook op deze animatie. De bovenluchttemperatuur op zo'n 1,5 kilometer hoogte. En dan zien we dat we ons in een brede trog bevinden, zoals we dat ook wel noemen, met koude lucht. Die koude lucht reikt van tijd tot tijd helemaal tot het Middellandse Zeegebied. En daar bevinden die winterse buien zich dus in. Nou, die kou die houdt de komende dagen stand en ook volgende week komt daar weinig verandering in. En wat vooral opvalt is dat boven Noord-Europa al een vrij groot gebied met koude lucht echt goed genesteld is. En ja, misschien heeft dat nog wel zijn invloed later deze winter. Maar voorlopig zijn de winterse omstandigheden in Nederland dus nog redelijk beperkt. Vanavond en vannacht vallen er zo ook nog een paar buien. Dat zijn voornamelijk regenbuien. Maar misschien dat er in het binnenland, als het even afkoelt naar 2 of 3 graden, er ook een keer wat hagel of een vlok natte sneeuw gezien kan worden. Langs de kust zal het vooral regen zijn. En de temperaturen daar niet veel lager dan 1 graad of 6. Nou, het waait nog altijd stevig. In het binnenland windkracht 4 of 5. En met name in het noordwestelijk kustgebied zijn er eerst nog kans op zware of zeer zware windstoten tot zo'n 100 km per uur. Nou, in de loop van de nacht wordt die wind langzaam wel wat minder. En dat zal ook morgen het geval zijn. Dan staat er gemiddelde windkracht 4 tot 6. Aan het weerbeeld verandert eigenlijk niet zoveel. Het is wisselend bewolkt met dus geregeld ruimte voor de zon. Maar er trekken opnieuw ook buien van noord naar zuid over het land. Soms met hagel of een klap onweer. Maar in de loop van de dag lijken die buien qua intensiteit en aantal wel langzaam af te nemen. Nou, tussen de buien door is het 1 graad of 8. Maar tijdens een actieve bui kan het afkoelen naar zo'n 3 of 4 graden. Pakken we dan zondag erbij, dan zien we dat dat een andere dag wordt. Het is dan overwegend bewolkt. Verspreid over het land valt er wat regen of motregen. Dat zal met name in het westen en midden van het land het geval zijn. En een groot verschil is dat de wind flinke kracht is afgenomen. De wind zal nog hooguit zwak of matig zijn. Komt nog steeds uit het noordwesten tot noorden. Ja, en dan in de nieuwe week, dan krijgen we dus echt met wat koudere lucht te maken. Maandag passeert dat gebied met neerslag. In een groot deel van het land zal dat regen zijn, maar in het binnenland kan dat in de loop van de dag, als die koudere lucht uit Duitsland binnenstroomt, dus misschien wel overgaan in natte sneeuw of zelfs lokaal een tijdje sneeuw. Moeten we nog even afwachten hoe dat precies uitvalt. Dinsdag wordt vervolgens een mooie dag, maar wel een koude dag. In het binnenland temperaturen maar net boven het vriespunt en tijdens de nachten gaat het dan een aantal graden vriezen. En ook daarna blijft dat vrij koude weer aanhouden. Met soms dus ook winterse neerslag als er een gebied met regen of wat natte sneeuw dus passeert. Kijken we dan op de hele lange termijn, dan zien we dat er eigenlijk heel weinig verandert. Er is wel vrij veel onzekerheid in de pluim. Dat betekent dat de grens van zachte en koude lucht best vaak dichtbij ligt. En een kleine verschuiving kan dan grote verschillen brengen in de praktijk in het weer. Maar over het algemeen houdt het vrij koude en wisselvallige weer voorlopig dus aan. Ik wens u alvast een goed weekend.